Wat ik bij mezelf merk, is dat bidden eigenlijk het delen is van je gedachten met God. En mijn gedachten krijgen het meeste ruimte als ik met mijn handen iets anders aan het doen ben. Bijvoorbeeld in het huishouden: het vouwen van de was, de vaatwasser inruimen, stofzuigen of koken. Het zijn allemaal van die dingen waar de, die toch moeten gebeuren en die intussen ruimte geven aan je gedachten. En die gedachten probeer ik dan bij God neer te leggen. Zo bid ik tijdens het huishouden. Ik moet dan altijd denken aan mijn opa en oma. Die waren boer en die zongen vaak de psalmen tijdens het koeienmelken. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld van hoe je gebedsleven, je geloof, onderdeel kan zijn van dat wat gewoon dagelijks moet gebeuren. Ik merk bij mezelf ook dat als ik tijdens iets dagelijks bid, dat er ook meer ruimte is om te luisteren. De was praat niet terug, de vaatwasser ook niet, maar het zijn wel momenten die. Ruimte geven aan God om je ook weer op ideeën te brengen. En daardoor is bidden in het huishouden niet alleen maar uh, ruimte geven aan gedachten bij God, maar voor mij ook een manier om te kunnen luisteren naar God en open te staan voor iets van de andere kant.